Goedemorgen, ik ga weg, lieverd. Leuk. Het is al half acht. Het lijkt wel of het midden in de nacht is, joh. Ik ga lekker naar Barça. Ik zie je maandag weer, hè. Doeg. Tot maandag. Ja, je weet helemaal niet wat maandag is, hè, jij. Maar ja, ik wel. Zou je weer missen, hè, lieverd. Hey. Ik ben ook wakker. Hé, hey, gezellig. Vandaag gaan we naar Goes. Naar een nieuw winkeltje van Honey Pie. Dat klinkt heel leuk. Dat klinkt zeker leuk. Maar eerst moet ik even het appartement schoonmaken. De mensen zijn net vertrokken. En in de eerste vlog die nu online staat is wat misgegaan. Want hij eindigt ineens bij de Jumbo, terwijl hij eigenlijk gewoon echt helemaal af was. Maar ja, dat is nu ineens weg. Maar ik hoop dat het nu wel goed gaat, in ieder geval. Jeetje. De Texel is hier! En we gaan zo naar Goes. Naar een restaurantje. Toch, mama? Ja! En we zijn eindelijk in Goes. Het duurt best lang, maar het ja, is heel koud. We moeten weer terug omdat er mensen waren. En het regent. En het is niet erg fijn. Nee. Maar het is wel leuk. Ja. Hier hebben ze allemaal lekkere dieren. En dit is zo lekker. Kijk, het ziet er zo leuk uit. Ja. Ze hebben een pinke muur. Maar kijk, ik neem deze. Deze. Doe maar. Stel niet scherp. Even één seconde. Oh. Tada! Oké. Zo fabulous. Jij hebt. Ik moet even de watermeloentjes laten zien. Zo schattig. Watermelonade. En ik heb er niet eens van gedronken. En witte chocoladetaart. En dit met frambozen. Kijk hoe groot is het. Het is vergeleken met mijn hand. Nee, vergeleken met jouw ding. Kijk. Oh. Dit is mijn ding, hè? Dit is echt een mega taart. Maar het is echt heel lekker. En wat voor jou? Oma heeft dit. En mama heeft een proeverij. En er staan ook lange vingers. Zo, dat zie je. Lange vingers. No. Ik heb nu die. En die heb ik al zo ver op. En hij was heel lekker. Alleen is zo machtig. En hier kan je alles mee naar huis nemen. Dus ja, we gaan die taart mee naar huis nemen. En Tessel, die taart is ook die is zo lekker. Zo schattig. Moet je kijken, die watermeloentjes. Oh. Ja. Schattig. En die taart. Dat gaat ze dus ook mee naar huis nemen. Ja. Echt niet te veel. Ik kan het sinds dagen van eten. Wel heel lekker en leuk. Een melk en koffie. Kijk, een theepot vol met koffie. Ja, maar dat wel thee. Ja, Anderson heeft wel thee. Jasmijn thee. We zijn op zoek naar Pip. Zoeken we Pip? Eigenlijk niks. Zoek een crème voor jou. Ja. En hij. Voelende crème. Gesponsord door? Dan. Laat maar even zien. Ja. Au. Nou, ik heb deze. Ja, het is dus zeg maar vilt. In een mooi kleurtje. Kijk, dus een beetje bloedachtig. Ja, en wat heb je en meer? Deze, dit is voor het riempje. Ja, de lint. Dat is echt mooi. Ja. Je ziet ook wat van die Amerikaanse mensen in zo'n... Ja, dat is echt leuk, hè? Vind ik zo cool. Het bonnetje. Wat? En ik. We hebben zo'n echt hetzelfde, deze. Ja, dat lint. En Pip heeft... Witveld. Deze, Witveld. Ja. En het allerleukste is dit. Het is een dit stof. Is zo'n stofje. En dan kan je knippen en dan kan je het zo op je rok plakken. En het is zo cool, want het ja. Weet het in. Je kan er ook een rok van maken zelf. Oké. Oké, wat hebben we nog meer? Deze, de spinnetjes erop. Ja, voor spinnetjes. Voor erop. Superleuk. En... Oh, ik dacht dat dit kaarsen waren. Nee, oogjes. Echt super wobbly eyes. Echt super groot. Echt
ongeveer groter dan mijn hand. Ja, veel groter. Wow. Oh ja, en voor Pip. We hebben er nog één. Ja. En we hebben taart. Taart! Wat zijn er? We gaan de pompoenen. We gaan ervoor. Look at this! We gaan de pompoenen halen. Ja, toch? Ik wil een goeie. Ik ook. Zo. Oh, dit is wel zwaar. Een pumpkin carve set. Oh my god. Super cool toch? Oh my goodness. Kan je het weer dicht doen? Dat is geschoven. Holy. Oké, ik ga achterop. Ga zitten. Ga zitten. Was er nog steeds een box? Yes. Ja, de high five. Schattig. Ja. Nou, dit is hem bij mij. En ik heb hem nog aan kunnen krijgen. Kijk. Ja, bij mij past hij niet. Deze? Maar alleen door dit was stretchy. En door dit, omdat we het hebben gelijmd, is het niet meer stretchy. Nu kan ik hem niet meer. Ja, nu kan ik hem, ja. Krijg ik hem tot. Oh, en de pompoenen? Ja. De pompoenen gaan we even laten zien. Ik ben al bezig, maar dit is de pompoen van Tessel. Gezellig. Nee, dat gaat inderdaad wel een stuk beter. En ik ben al bezig met mijn pompoen. Maar ik laat hem nog wel zien. Dus mijn pompoen is ook klaar. Kijk, zo ziet hij eruit. Alleen die wenkbrauw is een beetje raar. De ene wenkbrauw is veel groter dan de andere. We zijn Voice aan het kijken. Joehoe. Oh, je bent helemaal niet ziek. Wacht. En de pompoen staat daar. Nee, ze ligt met de kop naast de kus. Oh ja. Oh, wat schattig. De Voice is klaar. En nu gaan we slapen. Hey. Wat rusten. Doei.